Laatste finale van blok 1. Stel sorry voor One Bicycles, Robin van de Goedendaal. Leon Dorf, Open Zwaard, Luc Pijpers. Dan de kleine Dekselse man, Talent BMX Team, Ralf van den Broek. Talenten Team West, Bo van Bergsteden. Talenten Team West, Odin Verhoog. Sterk rijdend de hele dag al, Dream Team Erik Peters. Nuland, Chris Verstappen. En als laatste stel ik aan u voor Ammerzooien, Brian van Ewijk. Stilte voor de start, dames en heren. Laatste finale, blok 1. Chris, Erik. Met zo'n Sander Visseling trots zijn op zijn pupillen. Maar nu is drie man van het feit. Team West staat hier in de finale. En dat is het team dat hij onder zijn hoede heeft. Want hij treedt. Er zijn daar problemen voor. Even kijken wie stapt eruit. Ralf van den Broek, talenten team BMX. Hij is out of the race. Hij is gecrashed. We gaan naar voren. We gaan kijken naar Brian van Ewijk van Ammerzooien. Gaat hij in de leiding met daarachter Erik Peters. Peters op die tweede plaats. En dat is het Odin Vroog van het talenten team West. Hij zit op die derde plaats. Weet hij dat wel vasthouden? Moet oppassen. Chris Verstappen uit Nuland is in het loeren. Die zit op vier. Die wil graag omschuiven. Voorlopig is het de beneden Brian van Ewijk nog aan de leiding. Maar Erik Peters komt eraan hoor. Gaat hij daar van buiten naar binnen? Redt hij dat? Is er nog genoeg reten? Nee. Brian van Ewijk, hij pakt een overwinning in deze finale. Maar de boys, 12 jaar. En de tweede plaats is dan van Erik Peters. Derde plaats voor...